5.831 toeschouwers in Den Bosch voor de thuiswedstrijd van de FC tegen Sparta. Sparta moet winnen om aansluiting te houden met de top. Maar het begint niet goed, want al in de derde minuut is het Samuel Scheiman van Den Bosch met een prachtige goal, de linksback, met de techniek. Prima start dus voor de ploeg van Alfons Groenendijk. En die ploeg, in het blauw gestoken, heerst ook in de eerste helft. Veel kansen, veel slordigheden aan de kant van Sparta en dan wordt het prompt 2-0. Hebben we 38 minuten gespeeld, heeft Niels Voortoren gescoord. En dan weten we dat dat ook de ruststand is. In de tweede helft een nieuwe man bij Sparta, Ilias Bel Hassani, stond niet in de basis. Maar komt er dus wel in de tweede helft. En hoe? Dit is een droomstart voor Sparta in die tweede helft. Aansluitingstreffer, Ilias Bel Hassani. Dan verwacht je dat Sparta doordrukt, maar dat gebeurt niet. Het blijft slordig, het speelt zonder al te veel ziel. En thuisclub FC Den Bosch in de Vliert heeft ziel te over. En blijft beuken en zoeken. En uiteindelijk vinden ze ook de 3-1. Mooie kopbal van John Verhoek. 3-1. En Sparta kan die aansluitingsaspiraties dus vergeten. En zal ook volgende week zonder Donovan Slijngaard gaan spelen. Zijn tweede geel krijgt hij hier. Van Ben Havenkort is rood, kan inrukken. FC Den Bosch tegen Sparta dus. 3-1.